Ik ben Jane en ik heb uitstelgedrag. Deze week een video over iets wat bij studenten heel vaak voorkomt, uitstelgedrag. In deze video vind je 3 praktische tips om het uitstellen tegen te gaan. Deze tips worden niet door zomaar iemand gegeven, maar door een expert. Stel je even voor. Hallo, ik ben Marieke van Schijk en ik ben keuzecoach bij de HVA en ik kom heel veel studenten tegen met uitstelgedrag. Tip 1, verzin een list. Ben jij bijvoorbeeld een smartphone-junkie, zet hem dan toch even een keer op vliegtuigstand. De wereld vergaat echt niet als je 3 minuten niet op je smartphone kijkt. Leg hem even opzij en probeer te concentreren op wat je op dat moment aan het doen bent. Tip 2, eat the frog first. Nee, niet letterlijk, maar begin gewoon eens met de rotklusjes eerst. Naar een Netflix-serie kijken voelt echt veel lekkerder als je echt een paar dingen daarvoor al hebt gedaan die al zo lang in je hoofd zaten te zeuren. Begin eens met een rotklusje en daarna heb je nog alle tijd om allemaal andere leuke dingen te doen. Tip 3. Durf hulp te vragen als het niet lukt. Je bent echt niet de enige met uitstelgedrag. En kijk wat jou kan helpen. Misschien heb je het nodig om een beloning af te spreken met vrienden. Of bijvoorbeeld te zeggen, op dat tijdstip gaan we sporten en daarna gaan we lekker nog even een biertje drinken. Dus zoek iets wat jou helpt. En mocht je nog meer hulp nodig hebben met uitstelgedrag, planning, studiekeuze, van alles, wij zijn er ook voor je. Kijk bij mijnhva.nl A tot Z en daar zit heel veel informatie voor je. Doei! Doe een duimpje omhoog als je wat hebt gehad aan deze video. Klik hier voor mijn vorige video en klik hier voor meer video's van de HVA YouTubers. Klik hier om te abonneren op de Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. En hoop ik je volgende week weer te zien. Doei!